Blanke Put was dan ook zo'n plek waar je echt als je apart ging picknicken naartoe ging. Je had 3 plantages Blanke Put aan het Spaanse water. En daar was een strandje. En dat was zo geheimzinnig met eilandjes binnen in de baai. En het heeft voor mij later een hele aparte betekenis gekregen. Want in 1937, toen is daar een gevangene van Duivelseiland. Die heeft kans gezien om met een scheepje te ontvluchten. En heel vaak kwamen ze dan langs Curaçao. En altijd langs de zuidkant, dus ook waar Blanke Put lag. En op dat moment ben ik gaan denken, waar moet hij dan terecht gekomen zijn? Ja, ergens bij Blanke Put, want dat ligt het dichtstbij, dat kan je zwemmen. En dat ik die man zou ontdekken, wat zou ik dan moeten doen? Ik kan het niet tegen mijn vader vertellen om die man te helpen. Ja, dan moet je toch, je moet jatten, je moet liegen, je moet... En die man die moet weer verder, en wat dan? Dus naderhand, toen ik de boten van Blanke Put schreef, wat een doorbraak in mijn werk was. Het was gewoon mijn 15e boek. En dat is dus grotendeels gebaseerd op dingen die ik heb echt meegemaakt. En toen, zoals je als kind gaat denken, wat zou ik doen om een vluchteling te helpen? Nou, als je ziet, het boek kwam uit in 56. Nou, het had bij wijze van spreken gisteren geschreven kunnen worden met wat doen we met politieke vluchtelingen. Er waren dus ook uitstapjes over het eiland en dan ging je naar het tweede of derde district en dat was voornamelijk Kunuku. En ja, dat kan je best omschrijven met platteland. En ja, dan moet je voorstellen dat je vanuit Nederland, wat kende je daar van die kleine lullige cactusjes, weet je wel, zo'n bolcactus. Nou, wat je daar dan zag, dat zo'n weg was helemaal omzoomd met cactushagen. Hele hoge cactussen waren dat en daar moest je niet invallen. De stekels waren niet het ergst, maar die kleine gele haartjes die je had. En wat wij dan zo vreemd vonden, dat heb ik pas na de hand ontdekt wat dat betekende. Dat er bijvoorbeeld een omgekeerde piespot ophing, maar dat was tegen de boze geesten. En ze hadden dus ook wel van die ontzettende dichte cactushagen nodig tegen de geiten, de kaprieten. Die vraten alles op, die kunnen voor een deel tegen bomen opklimmen. Daar is niets veilig voor. En dat loopt dan daar maar zo over die weg. En in onze tijd, wat je ook had, veel mensen daar in die Kunuku, die reden van het ene dorpje naar het andere dorpje met een ezeltje. Maar heel vaak was dat geen eigendom. En liepen die ezeltjes los. Dus ze pakten gewoon een ezel. En als ze hem niet meer nodig hadden, dan lieten ze hem weer ergens staan. En dan pikte de politie, die pikte die ezels op. En die gingen dan naar een of ander kampement in het tweede of derde district. En dan moest je hem voor 5 gulden, moest je hem dan terugkopen. Ik heb daarover geschreven in Padoue is gek, die op die manier zijn ezel kwijtraakt, maar niet die 5 gulden heeft om die ezel terug te gaan halen. En dat is zoiets, het idee van wat wij naderhand in de provo-tijd gehad hebben met de witte fietsen. In de Kunuku, daar had je nog heel veel van die echte, wat ze zeiden, die negerhutjes uit leem en dan met een maisdak of een zinkendak. Waar de mensen woonden. En ja, dit was dikwijls in de buurt van een plantage en een prachtig groot landhuis. Want veel van die landeigenaren, ja, die woonden in schitterende plantagehuizen. Die grond, die werd dus bebouwd. Sommige plantagehuizen die waren al vreselijk aangevreten door de witte mieren en moesten gerepareerd worden. Maar ja, er was weinig geld voor. Maar wat bijzonder was op die plantagehuizen, kijk, in die tijd had je geen airco. Die waren zo gebouwd op de Noordoostpassaat dat die daar dwars doorheen woei. Dus als je daar voor bij de, als je binnenkwam en achter, dus alle luiken openzetten, dan woei de wind daar doorheen. En daarom staan ze dikwijls zo merkwaardig op een heuvel geplaatst midden in het landschap.
Nou was het natuurlijk wat feesten betreft zo, dat, ik zou zeggen, de echt Antilliaanse bevolking, die vierde feesten onder elkaar. Dus echt een groot eilandfeest, dat had altijd met Nederland te doen, hè, dat er iets speciaals was. Dus in 36 was de verloving van Juliaan en Bernard en in 37 was het huwelijk en in 38 was dus de geboorte van Beatrix. En kijk, het feest wat ze natuurlijk ongelooflijk goed konden plannen, dat was het huwelijk van Juliaan en Bernard. Dus de hele stad was geïllumineerd langs die oude gebouwen. Ze lieten een draaiorgel overkomen. Er was gratis, geloof ik, een cup bier voor de bevolking. Er waren allerlei wedstrijden in de haven van tonnetjes steken. Er was vuurwerk. Je liep dan bijvoorbeeld mee in een optocht. Henny en ik speelden in een kinderoperette, De Prins van Sint. En dan moesten we in die fluwelen pakjes, in die snoeihitte, moesten we dan meelopen in een optocht. En verder mengde je je, ja, je mocht misschien wel de stad in, maar niet te ver, want mensen konden dronken worden en daar waren ze nogal eens rap met het mes hoor. Niet uit criminaliteit, maar gewoon een soort dolheid. Wij zagen het heel vaak van bovenaf van de fortmuur, wat eigenlijk zo'n beetje het officiële gedeelte was, waar dan ook de gouverneur op stond, met beide commandanten en met de procureur-generaal. Maar dat was precies waar onze patio ook lag. Dus heel veel hebben wij gezien van bovenaf die fortmuur. En dan keek je zo de Puna in die straten en dan zag je het hele bewegen. En ik herinner me één keer bij de opening van de koloniale raad. En dan was het zo bij het Wilhelminaplein. Daar stond dus het Wilhelmina-standbeeld. En dan legde de vrouw of de dochter van de gouverneur, die legde daar dan een mooi boeket bloemen neer. En die waren alle twee ziek. En toen werd gevraagd of ik het wou doen. En voor die gelegenheid, ik was gewoon 12 jaar, kreeg ik een prachtig matrozenpakje. En dat standbeeld, dat staat in een, er stond een hekje omheen. En het hekje kon niet open. Nou, en dat was mijn grote lol. Ik in mijn keurige witte matrozenpakje, met mijn plooirok, over dat hekje geklommen, met die enorme bos bloemen. En toen weer terug.